De Roon pikt op. Dijkhuizen met een hoge bal. Bokila bij de tweede paal nog een keertje. Kopt de bal voor. Blijft hij hangen. Oh! Wat een kans nog! Godé volgens mij. Het was Godé. En de wereldredding van die keeper Mul. De hoekschop nog voor Bellassani. Gaat hij nog vallen of gaat hij niet vallen? Bellassani, bal komt voor, bal wordt weggekopt. En het is afgelopen. En het seizoen voor Sparta is daarmee afgelopen. Een mokerslag op het kasteel waar Sparta niet verder komt dan 1-1. Twee wedstrijden tegen FC Den Bosch scheiden Sparta van de Eredivisie. Maar na het 1-1 gelijkspel tegen Willem II overheerst één gevoel. Dat een unieke kans op promotie verloren is gegaan. Ook bij de directeur. Al is niet alles kommer en kwel in de ogen van Vloet. Maar je moet realistisch zijn. Je moet een doelstelling neerleggen. Die hebben we altijd in het begin van het seizoen neergelegd. Als wij dit halen en Sparta weer op allerlei gebieden beter neer kunnen zetten. Organisatorisch, financieel, sportief. Doelstelling neergelegd. We zijn bij de categorie 3 gekomen financieel. We zijn bij de eerste 5 geëindigd in de competitie. Ja, we hebben niet altijd genoten van het spel, maar wel een paar hele goede wedstrijden gehad. We hebben jonge jongens doorgebroken. Ilias Bellassani, om maar een jongen te noemen. We hebben eigen jongens die weer de club gaan verlaten, maar we ook weer de opvolgers klaarstaan. Al die dingetjes, ja, die vandaag niet tellen, want vandaag telt alleen de pijn van het verlies. Maar die je als directeur voor je verdere planning absoluut in de gaten moet houden. Met de eigen jongen die de club gaat verlaten, doelt Vloet op Martin de Roon die naar Heerenveen gaat. Hij debuteerde in het jaar dat Sparta degradeerde en neemt nu afscheid in het jaar waarin de terugkeer naar de Eredivisie zo dichtbij was. Nou ja, volgend jaar dan maar dit is zo'n pijn. En dan wil je een mooi afscheid nemen en het zat erin vandaag. En ik denk dat we hebben gestreden als leeuw. Ik denk dat ze de tweede helft niet eens aan bod zijn geweest, dat ze die bal niet eens hebben gehad. En dan doet dit pijn, dit steekt. En dan kan je denken van, hij is volgend jaar toch niet meer, maar dit doet me echt pijn. De Roon vertrekt, met Bokila is Sparta nog in gesprek, maar verder blijft de basis volgens Vloet nagenoeg intact. Dat is belangrijk voor de realisatie van de doelstelling die aan het begin van dit seizoen is uitgesproken. Binnen 2 jaar terugkeren in de Eredivisie. Dit moet dus volgend jaar gebeuren. De druk op de selectie wordt volgend seizoen loodzwaar. Nou, die druk neemt niet toe, die druk is er gewoon. Wij weten gewoon dat we volgend jaar kampioen moeten worden om terug te promoveren. En dat doe je het liefst via een kampioenschap. Dus wij moeten een elftal hebben wat kampioen gaat spelen. Nou ja, dan is het fundament is er, de basis is er, de manier van werk is er. En laten we wel zijn, volgend jaar weet iedereen dat we het moeten. Dat hebben we dit jaar ook tegen iedereen al verteld. Nou ja, dus dat vind ik niet zo'n belangrijk onderdeel om te zeggen van dat het druk toeneemt. Als je bij Sparta komt en je speelt de eerste divisie, dan weet elke speler die hier komt van ja jongens, in 2013 moet deze mooie club weer terug naar de Eredivisie. Die basis was dit jaar niet goed genoeg voor promotie. Nee, maar kijk, die basis moet je eerst hebben gecreëerd. We zijn pas begonnen in het nieuwe seizoen en ik denk dat we eerst bezig zijn geweest met professioneel werken, fysiek worden. De spelers zijn fysiek top, dat zie je vandaag. En dat zeg je niks, maar als je ziet in cijfers, dan weet ik gewoon dat spelers soms 30% toename hebben gehad. Dan hoeven we volgend jaar niet die schade weg te halen, dan zitten ze op dat niveau. Dus dan kun je ook veel meer eisen. Nou ja, dus ik denk dat alles klaar is om volgend jaar een goed jaar te hebben. En nogmaals, ik had veel liever gesproken van, we gaan de laatste 2 wedstrijden doen, want de pijn van het verlies, ja, die is vandaag vele malen groter dan mijn ideeën over de toekomst.